Ja, Jeroen, je treedt 1 januari pas echt officieel in dienst. Maar ja, je bent de afgelopen weken al op de club geweest. Je hebt wat gesprekken gevoerd. Ja, hoe zijn je eerste indrukken opnieuw te leggen? Ja, het is hartstikke mooi om weer terug te zijn bij Sparta. En inderdaad, de eerste weken heb ik gebruikt om kennis te maken met de trainers, met de coördinatoren, met iedereen die op de jeugdopleiding actief is. Ik heb nog lang niet iedereen gesproken, maar vooral de technische staf. En dan zijn we eigenlijk al aan de slag met het managementteam jeugd, met Camille, met Nathan en met Leon om ja, een aantal dingen voor elkaar te hebben. En natuurlijk heb ik een aantal vragen, een aantal zaken die je moet leren kennen. Het heeft vooral in het teken gestaan van kennismaken. En als je kijkt naar de sfeer die jij voelt hier, de eerste paar weken, wat krijg je dan voor gevoel? Nou, ik denk dat die sfeer altijd heel erg goed is geweest hier. Ondanks dat de afgelopen jaar wel een aantal zaken zijn gebeurd. Hè. Dus dat krijg je ook wel mee. Maar zaak is dat we nu gewoon zorgen dat we met elkaar de neuzen dezelfde richting op krijgen. En dat we met elkaar doen waar Sparta altijd goed in is geweest. Namelijk spelers opleiden voor het eerste elftal. Ja, je kwam binnen enkele weken geleden. Toen was er wat onrust binnen de club. Hoe was het voor jou om daar meteen mee om te moeten gaan? Ja, het is altijd gek hè. Als er zaken gebeuren in de club. Zeker als het gaat over mensen die in de organisatie zitten die jou hebben aangenomen. In dit geval Henk van Stee heeft mij aangenomen voor de rol hoofdopleidingen. Ja, en nu moeten we wel verder bouwen. En zorgen dat we wel de dingen gaan doen die we ook met elkaar voor ogen hadden. En ik denk dat het is echt niet zo dat we dingen helemaal anders gaan doen. Maar er zullen wel een aantal zaken net even wat anders gaan. Omdat ik misschien net even een andere kijk ergens op heb. Maar we doen het vooral hier ook samen met elkaar. Maar het kan wel eens zo zijn dat ik een aantal dingen net even anders zie dan wat er lag. En dan vind ik dat we in een goede discussie met elkaar moeten kijken of we dingen inderdaad anders moeten doen of beter kunnen doen. Ja, hoe gaan de komende maanden voor jou eruit zien? Je hebt al gezegd dat je heel veel gesprekken gaat voeren en al gevoerd hebt. Maar er komt nogal wat op je af als je zo aan een nieuwe baan begint, lijkt me. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk moeten wij met elkaar bepalen wat de ideale opstelling van de jeugdopleiding is. Om spelers zo goed mogelijk door te laten stromen. Dus in plaats van dat je als coach gaat kijken naar het ideale plaatje qua staf en qua spelersgroep. Moet je nu even grensoverstijgend denken. En ja, wat is nou het ideale plaatje van de jeugdopleiding? En ja, dan kom je uit bij de visie op opleiden, bij je organogram. Hoe hangen we bepaalde zaken op in de jeugdopleiding? Wat moeten we blijven doen? En wat moeten we misschien anders doen? Dat is wel wat de komende maanden ook zal moeten plaatsvinden. En we zullen uiteindelijk moeten bepalen met elkaar. Welke spelers gaan er doorstromen? Met welke trainers gaan we het komend jaar in, et cetera. Dus het gaat echt vooral over dat stuk. Je was natuurlijk al wel bekend bij Sparta, als trainer van Jong Sparta. Maar nu terug bij de jeugdopleiding. Ja, wat geeft jou dat voor gevoel om weer terug te zijn bij Sparta in een andere rol? Nou, kijk, Sparta is gewoon een hartstikke mooie club. En ik moet zeggen, de rol hoofdopleiding is is een andere rol, maar is een hartstikke leuke rol. Omdat je eigenlijk ook wat meer in de organisatie zit. Wat meer trainde trainer bent. Wat meer op visie en beleid zit. En dat zijn wel zaken die mij nauw aan het hart gaan. Dus we proberen met elkaar de visie op opleiden nog wat aan te scherpen. Er ligt al hartstikke veel, liggen hartstikke veel goede dingen. En nu moeten we nog even een aantal zaken verder aanscherpen. En dus het DNA Sparta is iets waar we met elkaar over gehad hebben. En wat voor spelers heeft Sparta nou in het verleden opgeleid? En wat voor soort spelers zijn dat nou? Dus ik heb samen met Jesper Gudde, die als hoofd scouting aan de slag gaat per 1 januari, hebben we ook gekeken naar wat voor soort profielen zijn dat nou geweest hè, vanuit het verleden? Wat voor type Sparta-spelers hebben we nou voortgebracht? En ja, het is wel belangrijk vooral dat we als scouting en als jeugdopleiding dezelfde taal spreken als het gaat over wat is nou de
rechtsbuiten of de linksback of de centrale verdediger van Sparta die we hebben opgeleid. Ja, wat is nou die Sparta-speler en hoe gaan we die nou zo optimaal mogelijk opleiden? Een roerig begin, maar wel een begin van iets moois, denk ik. Ja, we gaan er gewoon iets moois van maken. En Sparta heeft altijd garant gestaan voor prachtige spelers die zich hebben ontwikkeld tot het eerste elftal en zelfs verder dan dat. Dus laten we met elkaar de schouders eronder zetten en met elkaar zorgen dat we dat blijven doen.